Ja, Makka, sinds 2 weken weer een training. Hoe was je vakantie? Ja, eigenlijk prima verlopen. Wel gewoon in Nederland gebleven. Maar wel een paar dagjes op verschillende plekken in Nederland met de familie. Dus dat was al fijn en nu weer begonnen. Ja, en dan meteen de eerste oefenwedstrijd. 2-2 gelijk tegen de amateurs van Nuenen. Hoe kijk je terug naar de wedstrijd? Uitslag zou zeggen dat het een slechte generale was. Maar als je in de wedstrijd zelf verdiept, dan denk ik dat de eerste helft weer de meeste waren. We hebben natuurlijk een vrijwel nieuwe staf, nieuwe trainer. En die probeert ons een eigen speelstijl te geven. En die proberen wij op het veld zo snel mogelijk in te slijpen. En dat ging bij Vlagen aardig. Natuurlijk kunnen al heel veel dingen beter, maar ik moet zeggen, de helft die ik speelde was wel voor de eerste keer wel goed op zich. Oké. Okay. Ja, vanavond werd de wedstrijd gespeeld op een gezellig druk sportpark. Ja. Hoe kijk jij naar het spelen van wedstrijden tegen amateurverenigingen in de voorbereiding? Ja, gemengde gevoelens als ik eerlijk ben. Het is goed om op te starten, om weer in je ritme te komen. Alleen, er valt eigenlijk niets te winnen, zeggen de supporters meestal. En, als je wint is het vrij normaal. Als het nu 2-2 dan is er toch wel vraagtekens bij. Maar wat ik al zei, we zijn met iets bezig, met iets nieuws. We zijn een nieuwe fase ingegaan, dus er zaten ook goede momenten tussen. Dus een goed begin om met amateurs te beginnen. Oké, okay, en die supporters die zagen dat jij vandaag de aanvoerdersband om had. Kunnen we al stellen dat jij dan de nieuwe aanvoerder bent? Voor een dag wel. Maar er is nog niks officieel besloten. En we gaan gewoon met het team aan het werk. En wie wat wordt en welke taken voor welke speler zijn, dat gaan we zien. En zou jij het willen zijn? Uiteraard altijd een mooie eer om aanvoerder te zijn van de club. Maar het zal niks veranderen aan mijn persoon. Ik zal altijd alles geven voor Eindhoven en we gaan het zien met of zonder band, maakt niet uit. Ja. Oké, okay. Ja, je noemde het net al eventjes, een nieuwe hoofdtrainer. Wat is je eerste indruk van hem? Ja, wel vrij enthousiast. Een jonge trainer die wel echt eigen speelstijl heeft. En die in deze korte week eigenlijk al wel vrij duidelijk heeft laten weten met veel beelden, veel gesprekken. En ik zie de toekomst wel positief in als we op deze voet verder gaan. En natuurlijk moet het allemaal beter, maar we krijgen in ieder geval houvast en daar gaan we op trainen. Ja. En dan nu door naar dinsdag, Brabantia. Weer een mooie wedstrijd om te laten zien dat we in ieder geval zijn gegroeid in een paar dagen tijd. En ik denk dat we zo elke wedstrijd moeten benaderen. Weer een paar dagjes verder, een paar trainingen in de benen. Dus hopelijk gaat het berg opwaarts, zeg maar.